Maar zit dan als ik denk dat ze de ploeggenoten zich ook hebben laten uitzakken, want ik zie geen bekeuring meer voor in. Ja, van de renners die er nog zaten. Ja, natuurlijk allemaal stijf deel zijn werk al gedaan hebben. Ook man als Leo Keijs. Het is vooral kijken hoe die dan nog klaar zijn. Maar die zijn in ieder geval allemaal aangepakt om Crespaanskrijs zo snel mogelijk weer te proberen terug te brengen. Laporte ook nog makkelijk, hè? Want van COVID is daar ook rechts. Swiss ook nog voorin. Mannen van de Trek CVV, die waren heel alert in de eerdere ronde. En zeker Stuiven, die zagen we twee keer een aanval doen op de Leterberg. Kamers kon er makkelijk mee. Wat zijn van die mannen die dan ook als het geen rassprint wordt? Geen typische sprint natuurlijk ook gewoon mee kunnen doen om de zegen. Hier de mannen van Askeen, dat is dan toch wel op achterstand als er ook een motor tussen zit. Hij heeft maar één ploeggenoten dienst hier. Ja, ik denk dat die tijd niet erin is gekomen, dat is de tijd van de achterstand die Askeen heeft. Ai. Dan is het ineens cool in pole position voor de leiderstrijd. En zo zie je ook maar weer, dan kan je de hele week seconden sprokkelen in gouden kilometers. Maar als je dan technisch malheur krijgt, dan ben je gewoon aan de gouden overgeleverd. Zo kan Koppen naar voren en dan is het aan Mohoric. Mohoric met de aanval, de Sloveense kampioen. Die probeert het gat te slaan, maar daar komt zijn Slovaakse collega kampioen van Slowakije, Peter Sacco. En dan zijn ze al boven, het is heel kort. Maar als je nu op plek 30 zit, dan wordt het al lastig om hier op bij te komen. Want eerst de afdaling naar beneden over de smalle baan. En hier zit even nog altijd voor in. Maar die staat er doorheen. Maar hier in de lichtblauwe ploetentrui geeft het op en Askreen, die is er ook niet meer bijgekomen. Nee, en Leer is inderdaad zijn parkbal wel uitpakken en zichzelf een eventjes parkeerde. Dan is de koers van voren gewoon door. Dan is de kans dat ook Askreen terugkomt echt wel klein hoor. Moskoen is de volgende die nog eens even probeert door te trekken. Ja, op een 30ste plek van het gaatje. Kijken of dat gat nog wat groter gemaakt kan worden door de mannen die hier allemaal aan het koersen zijn. Maar dat zijn wel de kampioenen hoor, die nu aan het koersen zijn. Dus ja, terugkomen wordt echt wel lastig of bijna onmogelijk. En waar zit Askreen dan? Hij wordt gezocht. Hier is het hier. Dit zal hem zijn. Hier de nummer 2 van het klassement. Met Miles Scottson bij zich, maar ja, die gaat ook niet veel doen. Scottson die nu weet dat zijn ploeg.